Jongens, de maandag gaat altijd zo snel bij mij. Hallo, goedemorgen. Het is alweer maandag vandaag. Nou, ik ben toch nog best wel vroeg opgestaan eigenlijk. We waren gisteren op het feestje bij Woodstock. Maar daar zijn we ook best wel vroeg weggegaan. We zijn niet eens tot 12 uur gebleven. Het feestje was maar tot 12. Maar volgens mij gingen we rond 10:30 al weg. Want ik had het echt wel een beetje gehad. En de rest ook volgens mij. Dus ik ben nu vandaag even lekker alle bikinis aan het opruimen. En op United Wardrobe aan het zetten. Want ik dacht, ja, ik kan wel met al die gewone kleding beginnen. Maar dat heeft niet zoveel nut, want het is nu gewoon begin van de zomer. En ik wil zelf heel graag nieuwe bikinis bestellen. En dat ga ik dan dus ook doen vandaag bij AliExpress. Denk ik. Even kijken wat ze daar hebben. Nou, hier heb ik dus allerlei bikinis uitgestald. En ik heb hier het een en ander liggen wat nog gefotografeerd moet worden. En dan heb ik in de kast al het een en ander liggen wat ik al gefotografeerd heb. Ja, en hoe ik die foto's dan maak, dat is misschien ook wel grappig om te laten zien. Ik heb gewoon een plankje hier. Maar ik merkte dat het niet echt wit was wanneer ik de foto had gemaakt. En ik heb geen zin om alle foto's te bewerken voor United Wardrobe. Dus ik heb mijn lamp dan. Die pak ik in mijn hand. En dan shine ik zo erboven. En dan krijg je dat hij dus een stuk witter wordt. Kijk maar, ik zal hem even aandoen. Tadaa! Zie je? Dus dan heb ik gewoon een mooi wit achtergrondje. Dus daar ga ik even verder mee. Zo, dat is ook weer gedaan. En trouwens, ik ga binnenkort ook even een United Wardrobe shoplog maken. Want ik ben daar niet alleen aan het verkopen. Maar ik ben ook gewoon dingetjes bij anderen aan het bestellen. En dat is nu nog niet zoveel. Dus dat hoop ik even op tot het wat meerdere dingetjes zijn. En dan maak ik er even een soort shoplog van. Dat jullie kunnen zien wat ik daar heb besteld en wat ik ervan vond. En ook van AliExpress trouwens. Maar dat zal wel even duren, want die bestelling doe ik vandaag pas. Hallo, wie is daar weer? Jola is weer terug van school. Ik heb het snikheet van te fietsen. Het is heel erg benauwd vandaag. Ik ga even de deur opengooien. Bevelen. Zo, lekker. Harold die heeft net voor ons twee avocado's gebracht. En dat zijn echt hele mooie. Dus daar gaan we echt iets heel lekkers mee maken. Vanavond doe ik ze door de kip. Morgenochtend kan het ook met brood of iets anders. En morgen dan doe ik die What I Eat in a Day video. Dus dan ga ik ook even wat lekkers mee maken. Wat is dat, mama? Dit is avocado. Nee, maar doe wat eet hij hier. What I Eat in a Day video. Dat is een vlog dat ik de hele dag mijn eten vlog. En dat we wat lekkere gezonde dingetjes gaan maken. En dat ik dat met jullie deel. Ik heb sowieso deze gevonden die ik ga bestellen. Als je hem ook heel vet vindt, kan ik wel even de link hieronder in de video zetten. Dus deze staat alvast in de lijst. En straks ga ik nog verder, maar ik moet nu even Jola naar Turner brengen. Nou, ik heb de eerste boodschapjes meteen even gedaan toen ik Jola naar Turner bracht. Bij de supermarkt Ali. En daar verkopen ze eigenlijk alleen maar groenten en fruit en noten. Alle gezonde dingen, maar dan veel goedkoper dan in de supermarkt. Dus daar ga ik altijd dan even heen. Vooral nu, als we weer even goede voornemens hebben. Ik zal even laten zien wat ik allemaal heb gekocht. Tadaa! Moet je kijken, wat een super grote druiven. Walnoten, natuurlijk weer. Blauwe bessen, mango, voor morgenochtend Griekse yoghurt. En dan begin ik morgenochtend gewoon met een gezond ontbijt. En de rest ga ik dan later kopen. Een korrelpasta. Natuurlijk weer de zoete aardappels. En ik heb me toch een granaatappel gekocht. Vond ik gewoon even grappig om die te kopen. Moet je kijken hoe groot. Wisten jullie dat granaatappel echt bizar gezond is? Je kunt hem ook gewoon alleen de inhoud ervan kopen hoor. Vooral in supermarkten. Dus dat je alleen de pitjes hebt, want daar gaat het ook om natuurlijk. Gewone appels. Oh nee, sorry. Tomaten. Appels. Die eet Jola altijd op school. En wortels. En die wortels die heb ik gekocht voor de sapmachine. Ik heb een sapmachine en ik dacht, morgen ga ik ook eens even laten zien aan jullie hoe ik wortelsap maak. Dus, dat is het voor nu wat ik heb gekocht. Even verder werken achter de computer en daarbij ga ik dit eten. Wiebelbeentjes. Ja, dit is goed opgelegd gedaan. Net zo moet ik straks zijn. Ja. Ja, hou maar recht inderdaad. Hé schatje. Hé liefje piefje. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Dankjewel. Bart heeft weer een plaatsing. En toen was het alweer avond. Oh jongens, de maandag gaat altijd zo snel bij mij.
Niet normaal. Bij jou ook? Ik vind maandag echt een dag die gewoon, dat ik gewoon zo druk ben. Dat ik altijd alles een soort van uitstel naar maandag. En dan ben ik zo druk dat het gewoon één grote chaos is. Maar goed, morgen weer een dag. En ik ga nu naar yoga. Even zen worden. Nou, ik ben terug van yoga. En ik heb nu 23 dingen in mijn winkelwagentje gestopt. Een turnpakje voor Yola. iPhone hoesjes. Een superleuk topje met ananassen erop. Deze is echt leuk. Een superleuke yoga legging. Haha, ik hou hiervan. Van die gekkigheid. Een zonnebril. Ben ik er ook erg benieuwd naar. Die kwam ik tegen via een linkje op Facebook. Een lippenstift. Deze kwam ik ook tegen via een linkje. En dan heb ik gekozen voor deze kleur. Die lijkt me heel mooi. En ja, voor die euro. Een bril. Die lijkt me heel grappig. Dit is voor mijn horloge die ik heb. Ik heb een Apple Watch. Ik ga eens kijken of ik hier een roze omheen kan doen. In plaats van het zilver wat ik nu heb. En dit is een heel leuk bandje voor de Apple Watch. Deze ook. Een blauwe heb ik dan gekozen. Nou, die dingen die zijn gewoon, als je ze van Apple zelf koopt, niet te betalen. Nou, de bikinis. Deze bikini heb ik gekozen. Dit pak heb ik echt wel vaker gezien bij mensen, maar die vind ik super leuk. Ik heb wel een L genomen en van de bikini hier een M. Omdat het altijd heel erg klein valt van AliExpress. En deze bikini vind ik ook heel erg leuk. Dus ik, ja, misschien dat ik het badpak nog moet wegdoen. Dat het anders een beetje te veel wordt. Ja, of misschien ook niet. Deze heb ik voor Bart en mij. Die petjes. Zo leuk. Why not? Eigenlijk wilde ik ze van Rumac. Maar ik zag ze hier ook. Dus ik dacht, ach ja. Zijn hier maar 6 euro per stuk. Dit shirtje ben ik ook tegengekomen via een link op Facebook. Die ga ik ook even kijken hoe die is. Dit shirtje vond ik mooi. En nog een bikini. Ik weet niet of die te sexy is, die achterkant. Maar ja, ik ga hem toch bestellen. Ik wil het wel weten. En anders verkoop ik het weer door. Alles wat ik zeg maar niet leuk vond, dat verkoop ik gewoon door via mijn United Wardrobe. En niet dat ik daar dan wil gaan verdienen ofzo. Welke had ik nou uitgekozen? Deze hoog. Die leek me zo leuk. Deze. Die ziet er, ja, leuk en stevig uit. En dan als laatste, dit is zo'n leuk pak. Deze was ik dus ook via die link op Facebook tegengekomen. Ik vind dit echt mooi. Je hebt hem ook nog in deze kleur. Hier zie je hem van achter. Echt heel mooi. Ja, deze vrouw heeft ook gewoon mooie billen. Maar ja, ik vind hem heel leuk. Ik vind het alleen wel heel moeilijk om de maat te kiezen. Ik heb nu voor een M gekozen. Nou, en deze hele bestelling ga ik bestellen. En als het binnen is gekomen, dan ga ik hier een shopblog van maken. Yes, we gaan naar bed. Bart is eindelijk klaar. Bart, ben je klaar? Ik ben klaar, schat. Jij ook? Heb je jou nog bijna niet gezien vandaag? Ik heb gewoon een druk dagje gehad vandaag. Maar Bart heeft wel een plaatsing bij. Dus dat is het wel waard. Succesvol zakenmannetje van me. I love you. Ik doe mijn best, ik doe mijn best. Wel trussen allemaal. En vergeet niet een duimpje of even te abonneren. Dankjewel voor het kijken. Voor vandaag. En tot morgen. Tot morgen.